Je gaat zo meteen een filmfragment bekijken en hierover vragen beantwoorden. Lees de opdracht en de vragen eerst goed door. Bekijk daarna het filmfragment. Als je het fragment helemaal hebt gezien, beantwoord je de vragen. Als het nodig is, mag je het filmfragment opnieuw bekijken. In het filmfragment zie je een medewerker in gesprek met de directeur van het bedrijf. Jij gaat de manier waarop de medewerker dit gesprek voert beoordelen. Kom maar binnen. Hallo. Dag Thomas. Hi. Ja. Goed Hi. Dat je er bent. Hi. Ja, gaan we zitten hoor. Dank Prima. Je wel. Wil je misschien wat drinken? Ja, een beetje water alstublieft. Ja. Alsjeblieft. Zo, hoe bevalt het bij ons in het bedrijf? Heb je het naar je zin? Ja, ja zeker. Heel erg. De mensen zijn allemaal heel aardig en ik heb leuke taken. Oké, nou fijn om te horen. Zoals je weet wil ik graag een groot feest organiseren. En je hebt aangegeven dat jij dat wel wil gaan organiseren. Ja. Ja, dat klopt. Dat is ook de reden dat ik hier ben. Zodat we even de eisen en de wensen van het feest kunnen bespreken. Oké, nou lijkt me prima. Ik stel voor dat jij dan de vragen stelt die je nodig hebt voor de organisatie en dat ik dan daar antwoord op geef. Ja, nou, dat is goed. Ik had begrepen dat het feest op 15 juli is, van 9 tot 2. Klopt, inderdaad. Ik vroeg me allereerst af wat de reden is voor het feest. Kunt u me daar iets over vertellen? Ja, zeker kan ik je daarover vertellen. Je weet dat ons bedrijf allerlei activiteiten en evenementen organiseert. Nou, er komen allerlei mensen op af. Veel kinderen, veel jongeren, ook gezinnen en ook wel ouderen. Maar wat ik nog een beetje mis, is eigenlijk de doelgroep van jonge mensen tussen de 20 en de 30 jaar. Mm-hmm. En ik wil graag een feest organiseren wat specifiek voor die doelgroep is. Ja. En dat is meteen een stukje promotie, dat ze misschien ook naar onze andere evenementen komen in de zomer. Mm-hmm. Maar dit feest is dus echt voor jongeren vanaf 21 jaar. Ja, dat is duidelijk. Goed plan. En heeft u al bepaalde ideeën over het feest? Jazeker. En ik heb ook al wat wensen en eisen waar het aan moet voldoen. Ik zou het leuk vinden als het een beachparty wordt. Mm-hmm. En als locatie had ik bedacht het strandje bij de recreatieplas aan de rand van het dorp. Ja, dat is leuk. Ja, dat ken ik wel. En wat is de doelgroep precies? Jongeren vanaf 21 jaar. Ik dacht dat ik dat al gezegd had. Goed, dus we hebben nu de datum, de tijd, de locatie, het thema, het doelgroep, het budget, de catering. Wat zijn uw wensen voor de catering? Daar heb ik wel een uitgesproken idee over. Ik wil graag dat de catering helemaal in de stijl is van het thema, beach party. En ik dacht aan leuke strandbarretjes waar de bezoekers dan hun drankjes kunnen halen. En een speciale cocktailbar die dan mooi aangekleed is met palmbomen en parasols. Ook helemaal in de stijl van het thema en er worden dan speciale cocktails gemaakt. En dan wat betreft het eten had ik gedacht om... Sorry hoor, heel klein momentje. Even. Ja, sorry, wat het eten betreft. Ja, nou het eten wil ik dan ook graag helemaal in de stijl van de beach party. En ik dacht zelf aan een grote barbecue met vispiesen en vleespiesjes. En vers fruit wil ik graag erbij, ananas en watermeloen. Maar misschien is het ook leuk als er ijsjes te krijgen zijn. Ja, dat is een goed plan. En ja, het lijkt mij ook helemaal te doen. Ik denk dat ik al mijn vragen wel gesteld heb. Ik heb alle belangrijke dingen opgeschreven. Denk je dat ik nog dingen vergeten ben misschien? Volgens mij niet. Volgens mij hebben we alles wel besproken wat nodig is. Wat mij betreft kan je beginnen met de organisatie. Oké, prima. Nou, ga ik doen. Oké. Doei, ja. Dag Thomas.